Welkom bij de November podcast. Leuk dat je kijkt of luistert. Mijn naam is Jessica Jarink. November is een recruitmentclub. En naast banen zoeken wij graag verbinding met mensen. Om die reden nodigen wij bijzondere gasten uit die anderen kunnen inspireren, motiveren en vooral enthousiasmeren. Vandaag een zeer, zeer bijzondere en dierbare gast. Hij is geboren als Kevin Lichon, gaat door het leven als MC Chaos en mijn dierbare neef Kevin Lichon. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Wat onwijs gaaf dat we dit samen kunnen doen. Ja, zeker. Ik heb hier naar uitgekeken. Ja, nou, wij ook. Ja, ja. Ik vond het ontzettend leuk dat jij zo enthousiast was gelijk. En vooral ook omdat je best een behoorlijk druk schema hebt. De zomertour is alweer begonnen. Volgens mij ben je net terug uit Bali. Daarvoor was je... En Curaçao ook. En ja. Curaçao. Dus nogmaals, tof dat je er bent. Zeker. We gaan lekker met elkaar in gesprek. Maar voordat we echt het gesprek gaan starten, doen we eerst even een klein spelletje. Om even het ijs te breken. Okay. Zo eerlijk mogelijk antwoorden. Ja. Het heet The This or That. Latin House of Amapiano? Latin House. Oké, okay, want snap jij Amapiano ook niet? Net als ik? Nou, ik moet zeggen, het is een nieuwe sound. Ja. Uit Zuid-Afrika komt het. Ja. En ik heb het al eigenlijk een tijdje heb ik het gehoord. Maar ik vind toch Latin House, dat is gewoon... Ja, ik ben geboren met Latin House. Ja. Dus dat blijft zo. Ja, natuurlijk precies. De Afro-Bros vibe. Dus, Ja, daar gaan we het zo ook even over hebben. Ja. Maar wat ik vind, hè, dus ik vind het sowieso, ik waardeer het heel erg als mensen nieuwe dingen ontdekken of nieuwe dingen op de markt brengen. Vind ik super stoer. En dat zo ook met verschillende muziekstijlen die dan ineens ergens vandaan komen. Iemand is daar ooit mee begonnen, dus best wel dope als jij diegene dan bent. Zeker. Maar ja, wat ik dan heb bij Amapiano, ja, heeft iedereen dan tegelijkertijd dan een fluit gekregen bij binnenkomst? Of wordt dat dan uitgedeeld op de dansvloer? Hoe komen ze aan die fluitjes? Weet jij dat? Nou, ik moet zeggen, ik wil graag een keer naar zo'n feest gaan. Oh, je hebt het nog nooit meegemaakt? Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar wat ik zie op Instagram, super dope. Gewoon de sfeer, de vibe. Ja, het en ik ziet hoor er echt van mensen. Uit. Ja. Je voelt je gewoon als één familie. En ik denk ook gewoon dat, zeg maar, het zijn hele warme mensen, Afrikanen. Ja, ja. En het maakt niet uit welke kleur je hebt. Iedereen is welkom bij Amapiano. Zo heb ik het naar. Zo heb ik het gehoord, dus ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk. Maar ja, leuk. Ik kan je niet veel over vertellen. Nee, maar als je dus wel weet hoe ze dus aan die fluitjes komen, of als je nu zit te kijken en luisteren en jij weet het, zet het vooral even onder de comment. We gaan verder. Optreden in Suriname of optreden op Curaçao? Denk goed na. Zo. Suriname natuurlijk mijn roots, maar Curaçao, ja, daar leeft het echt, ja, zeg maar. Daar bruist het echt. Ja. Maar goed, Suriname natuurlijk ook wel, hè? Ja. Maar goed, het is... Eigenlijk, ja, je moet eentje kiezen. Ja. Dan is het wel Curaçao. Curaçao. Ja. Mooi. Oei, deze is gevaarlijk. De kijkers en de luisteraars, die hebben geen idee. Maar jij natuurlijk wel. Pom van oma Lilian. Ja. Of de pom van tante Matsie. Oma Lilian is de oma van Kevin en tante Matsie is mijn moeder. Dat is een lastige. Dat is een lastige, hè? Maar je moet kiezen. Mag ik niet beide zeggen? Nee, dat kan dus niet. Nee, je moet echt kiezen. Ja, dit is de allesbeslissende ronde ook, hè, Kev? Ja. En moet ik eerlijk zeggen, ja, tante Matsie's pom is wel master. Dat ik denk dat oma Lilian dat ook zou zeggen. Ja, 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 je denkt dat tante Liel die snapt dat wel. Ja, ze zou niet boos om worden. En anders krijg ik bakken idee, ja. Ja. Mooi gezegd. Even over naar de voetbal. Ik zou kunnen zeggen Chelsea of Arsenal, maar dan is het natuurlijk heel logisch wat je gaat kiezen, hè? Dus dat doen we niet. Ik zeg Paris Saint-Germain of Manchester City. Ja, Paris. Duidelijk, hè? FIFA of Call of Duty? Ja, dat is lastig. Ja, dat is lastig, hè? Ja, dan zeg ik kan FIFA. Kan allebei schieten, dat wel. Ja, dat wel. Ja, 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 dat wel. Nee, FIFA. Ja. FIFA, ja. Ja, leuk. Hey Kev. Ik ken je natuurlijk supergoed. Ja. Geboren in 1992. Het was denk ik een jaar of drie. Nee, een grapje. Het was denk ik een jaar of 11 of zo. Zoiets. Of 12. Tijd vliegt. Ja, ik kan me de dag nog heel goed herinneren. En eigenlijk vanaf het moment
dat jij bent geboren, wisten wij allemaal. Hij is heel bijzonder en speciaal. En naarmate je opgroeide, bleek dat ook echt zo te zijn. Iemand die binnenkwam, maakt niet uit hoe, in welke leeftijdscategorie. Jij kwam binnen en het was altijd gezellig. Je kwam binnen, er was altijd een goede vibe. Je kwam binnen, iedereen vond je ook altijd leuk. Ik liep ook altijd te pronken van, oh, dit is mijn neefje. En ja. Je was altijd super vriendelijk, nooit verlegen. Geen drempelvrees. Dus ik denk dat jouw carrière, jou echt letterlijk gewoon, dat zit in je DNA of zo. Want zo ben je ook echt geboren. Maar ik ben wel natuurlijk heel benieuwd naar jouw verhaal. Ik weet het natuurlijk, deels. Maar het is wel goed om het nog eens te benoemen. Hè? Want je hebt een mooie carrière. Misschien kun je even beginnen met vertellen wat het is wat je doet. Ja. En vervolgens zou ik het leuk vinden als je vertelt hoe je bent gekomen waar je bent gekomen. Okay. Want dat was ook geen makkelijke weg. Nee, zeker niet. Zeker Laten niet. We beginnen bij hetgeen wat je doet. Nou, ik ben MC. Ik ben MC Chaos. Tour met Avobro's. En we gaan eigenlijk overal naartoe in de wereld. We gaan wereldwijd. En daar ben ik trots op, eigenlijk. Ja. Dus een MC, voor de mensen die dat niet weten. Ik wilde net vragen. MC is een persoon die voor de DJ staat, of naast de DJ, met de microfoon. En de mensen eigenlijk ophypt, dus een beetje gek maakt, zeg maar. En een sfeer brengt. Ja. Een hype man. Dus ook een entertainer. Zoals ze mij noemen, ik ben een echte ras-entertainer. In hart en nieren. Ja, zeker. Ja. En kun jij ons meenemen de allereerste keer dat je werd geboekt? Je deed het eerst op feestjes en partijen. Ja. Hè, dus gewoon random op iemands verjaardag. Ja. En toen? Wat gebeurde er toen? Toen werd ik geboekt in 2012 of 2013. Dat weet ik niet meer precies. Toen was ik 5. Nee, YOLO Festival. Ja, oké. Okay, in Zoetermeer, Snowworld. En ben die jongens nog steeds dankbaar. En vanaf die dag is het eigenlijk gaan rollen eigenlijk. Ja. Maar goed, dan heb je dus verjaardagsfeestjes gehad, partijen gehad. En dan word je ineens gevraagd voor een festival. Hoe ga je daar dan naartoe? Want dat is toch best wel spannend. Ja, ik kan het me niet goed meer herinneren. Omdat dat zijn ook een beetje die donkere dagen voor mezelf. Omdat ik eigenlijk best wel bang was. Ja. En dat is heel gek voor de mensen die me kennen. Want ik sta nu voor 10.000 man, 20.000 man. Of meer. Voor man dan ook. Ik ben niet meer bang. Maar toen die tijd had ik gewoon echt plankenkoorts, zoals ze het zeggen. Echt durfde waar, het podium niet op. Dat wist ik echt niet, Kev. En ik had echt alcohol nodig. En dat heeft mij, na al die jaren heeft mij dat zo geraakt, om het zo even te zeggen, alcoholgebruik. Dat ik dacht van, nee man, dat gaat niet meer doen. Nee. Dus, dat wist ik echt niet, Kev. Dus nu, is ook niet iets om, zeg maar, open te praten. Want het is een soort van, nou niet schaamte, maar een soort van een onzekerheid. Ja, snap ik. En we zijn hier op een podcast bij jou. En ik wil ook dan dat iedereen wel het echte verhaal hoort. Ja, nou, ik ben echt super vereerd, voel ik me, dat je sowieso eerlijk durft te zijn. Ja, zeker. Het is ook een oordeelvrije setting. In mijn ogen en in mijn hart kan jij nooit iets fout doen. Nee, ook al heb je ik. Wel iets fouts gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Hè, bij wijze van. Dus weet dat. Dus ik ben echt blij dat je zo eerlijk bent. Maar vertel, dus veel zenuwen, dus je vond het ook heel spannend en eng. Maar hoe ging dat dan, die show? Nou, het ging supergoed. Ik was natuurlijk aan het vliegen door de alcohol. En dan heb je meer lef. Maar dat denk je, dat zit eigenlijk gewoon tussen je oren. Maar uiteindelijk deed ik het gewoon op mijn eigen kracht. Ja. En daar kwam ik pas later achter. Ja. Ik denk net voor de coronatijd. Toen kwam ik er echt achter van. Echt 8 jaar later dus. Ja. Ja. Toen kwam ik er pas achter van, dat is niet nodig. Je kan het gewoon. En nu drink ik misschien 2 of 3 drankjes op een showdag. En dan verder ben ik gewoon scherp. Gewoon omdat het lekker is. En niet meer omdat ik zeg maar mijn onzekerheden, of dat ik niet durf, dat ik dat wegdrink. Ja, ja, wauw. Dat wist ik echt niet. Dit is voor mij echt nieuw. Ja, daarom ga ik ook dingen zeggen die je ook niet weet. Nee, ik denk dat je dan ook gewoon een echt gesprek krijgt met elkaar. Ja. Je bent eerst begonnen eigenlijk als, je bent een zelfstandige MC, hè? Dus je bent wel de vaste host ook van de Avobro's. Ja. Maar
je bent niet gelijk begonnen bij de Afrobro's. Nee, zeker niet. En hoe is dat gegaan? Hoe ben je met hun in contact gekomen? Ja, het is eigenlijk via Sam Balans. Komt ook uit Zoetermeer. Groot talent. En ja, met hem mocht ik altijd mee. En ja, altijd dankbaar. Ook met Joey Matsumatsu. Oh ja. Dan gingen we met z'n drietjes altijd op tour. Is dat van O.O. Gerso? Ja, toen die tijd. Ja. Okay, toen die tijd. Ja, tijd vliegt. Ja, de tijd nu vliegt. Heb je X on the Beach. Ja. Temptation Island. Ja. En toen had je O.O. Gerso. Ik vind het allemaal leuk trouwens. Ja, toen begon het een beetje, dat reality TV. Ja. Nee, maar dat was super leuk, joh. Dat zijn tijden die ik... ja, dat zeg ik ook nog altijd als het mij wordt gevraagd. Dat ik altijd dankbaar ben. Ook voor Sam Balans of hetzelfde voor Joey Matsu. Ja. En dat ze mij zo hebben meegenomen. En toen de tijd ook met Freddy Moreira. Oh ja. Ja, en natuurlijk met de Boys Afrobro's. Ja. Ja, en hoe kom je in contact met de Afrobro's? Ja, dat is een goeie. Hebben ze jou zelf benaderd? Of hoe gaat dat dan? Nou, ze hebben me al een paar keer hadden ze me gezien op shows. En een paar keer als ik bij Blans was, was Dano van Afrobro's kwam naar de studio bij Blans. En toen zeiden ze van... kan je niet een keer met ons mee? En zo is het eigenlijk gegaan eigenlijk. En toen gingen we gewoon. En nu nog steeds 13 jaar sterk. Ja. Ja. Hey, en als we dan een klein beetje terug de tijd ingaan. Je vond naar school gaan niet een van de allerleukste hobby's. Nee, zeker niet. Altijd een praatjesmaker geweest ook in de klas. Altijd denk ik ook wel... in je hart en in je hoofd gevoeld van... ik kan meer, ik wil meer. Ja. Meer de entertainment kant op. Heel creatief ook. Hoe heb je uiteindelijk... zeg maar eigenlijk de omscholing... in je hart ervaren en gedaan... om uiteindelijk zeg maar... ja, als muzikant... verder te gaan? Maar mag je een MC een muzikant noemen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik ook eigenlijk niet. Laten we het entertainer noemen. Entertainer, ja. Om als entertainer verder te gaan. Want dat is ook lastig om ergens dan tussen te komen. Of... ja, het is zeker lastig. Maar het is allemaal gewoon natuurlijk gegaan. Ja. Ik weet niet hoe ik het precies kan uitstippelen. Maar ik denk voor een ieder is er iets weggelegd. Ja. En dat zeg ik ook, want ik geef nu ook workshops op scholen. Ja, en, dan gaan we het zo ook eventjes over precies. Hebben. Ja, precies. En daar zeg ik ook altijd, iedereen kan alles bereiken zolang je er maar hard voor werkt. En als je beweegt, komen er dingen op je af. Sta je stil, gebeurt er niks. Ja, dan gaat het aan je voorbij. Precies, en zo is het ook een beetje gegaan. Ik heb DJ-workshops gevolgd en ja, dat was gewoon niks. DJ-drama noemde ik mezelf. Dat was echt gewoon echt niks. En wat vond je dan lastig? Was het recordbox? Of was het echt het inmixen of je mixmomenten uitzoeken? Ik heb namelijk ook DJ's. Ja, nee. Ik vind het echt... super leuk. Ja, nee, ik vond het ook leuk. Ja. Maar ik heb geen geduld. Nee, okay. Ik moet gewoon die mic hebben en ik moet gewoon zelf mijn energie erin. Je moet echt je energie kwijt. Ja, en al die knopjes. Lijkt net of ik een vliegtuig aan het besturen ben. Joh. Ja, dus, snap ik wel. Dat is gewoon te. Error. Druk voor mij, ja. Ja. Nou, op zich zou ik. Dat is gewoon mijn eerlijke antwoord. Ik zou het je wel zien doen. Hè? Dus achter een draaitafel, met de energie ook. Die je geeft. En dat je dus een DJ en een MC bent. Maar goed, wie weet kun jij straks. Als ik straks een major blow-up heb, dat jij dan zeg maar de overstap van de Afrobro's kan maken naar mij als DJ. Je kan me altijd vragen, dat weet je. Dat zou wel leuk zijn als we als familie dat. Ja, nee, gekkigheid. Ik wil ook helemaal niet doorbreken. Ik wil het wel heel graag gewoon kunnen. Ja, maar familiefeest toch? Precies, familiefeestjes en gewoon eigen feestjes en partijen. Ja, en that's precies. It, hè. Ik heb niet meer die ambitie of zo. Nee, maar het is gewoon leuk, toch? En je had het ook net over. Stilstaan, dan gaat alles aan je voorbij. Ja. Je moet bewegen, hè, dan roep je wat meer dingen op je af. Maar het is ook zo, soms dan ben je aan het bewegen, ben je dingen aan het proberen. En heb je misschien ergens dat je een kans wil gaan pakken en het lukt niet, omdat mensen niet in je geloven. Of mensen misschien negativiteit achter je rug om verspreiden. Mensen je het gevoel geven dat je niks waard bent of niet goed genoeg bent. Ook jij hebt dit ervaren. Ja. Hoe heb jij je daar doorheen geslagen? Ja, het is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Ik merkte gewoon niet per se echt hele erge negativiteit. Maar meer van dat mensen zeiden van MC, ga gewoon werk zoeken. Joh. Dit is gewoon even part-time. Maar ik gebruikte dat gewoon als voeding van hier jongens.
ik ga het laten zien. Ik laat het zien, ja. En ja, het liep gewoon. Ja. Want ik ben wel een persoon, als ik ergens om ga, dan ga ik er ook voor. Ja. En vooral als je het leuk vindt. Ja, hè? Want dat vergeten veel mensen. Ja. Mensen vragen soms in DM, en dat maak ik nooit openbaar. Maar ik krijg meestal gewoon gekke vragen van, doe je het voor het geld? Maar ja, als je mij echt kent, weet je, dit is gewoon echt mijn passie. Ja. Ik vind mijn werk ook echt leuk. En ja, ook met zowel met Avobro's of met wie dan ook, met wie ik een podium heb gedeeld, ben ik gewoon altijd dankbaar. En dan zeg ik ook tegen die jongens, als we toeren, kijk waar we zijn, kijk wat we doen en kijk wat we hebben, snap je? En dat is eigenlijk het belangrijkste als persoon zijnde ook. Dat brengt je ook gewoon verder. Ja, heel leuk dat jij dankbaarheid benoemt. Ja. Als je gaat kijken naar zeg maar de ladder van frequenties, ja, dan staat dankbaarheid best hoog. Ja, dus het moment dat je echt dankbaar bent en dat ook echt voelt, ja, in je hart en ook dat uitstraalt, dan heb je een hele hoge frequentie. En dan kan het dus ook zijn dat als je bijvoorbeeld op straat loopt, dat hebben we dus toevallig vandaag, of niet vandaag, maar afgelopen week heb ik dat ook geleerd. Als je dan op straat loopt en mensen lachen bijvoorbeeld naar, ja, je of glimlachen naar je, dan heb je dus een hele hoge frequentie. En omdat zij voelen dus een bepaalde soort energie bij je. Ja, dus dat is even een kleine side note hoor. Nee, maar dat is grappig wat je zegt. Tikkeltje spiritueel. Altijd op straat lachen mensen naar me, ja, of groeten. Ja. Naar mij dus ook. Dus ik denk dat onze frequentie gewoon heel erg hoog is. Ja, gewoon laten energie. Zo houden. Ja, maar ja, daar hou ik ook gewoon van, weet je. Gewoon, ja, goedemorgen, goedemiddag, ja, goedenavond. Ja. Ja. Maar dat zijn ook dingen, ja, hoe wij zijn opgevoed en hoe onze familie ook is. Iedereen in onze familie. Iedereen die altijd bij ons komt, voelt zich altijd thuis bij ons. Ja, toch? Kan ook bijna niet anders. Nee, ja, precies. Want als je bij ons binnenkomt, dan ben je ook echt binnen. Ja. Sta je niet aan de zijkant, maar het is ook echt binnen. Een familie. Ja, ja, en ja, daar, met veel warmte. Ja, dat gisteren ook. We waren op een barbecue. En ja, dan is het gewoon leuk om iedereen weer te zien, weet je. Ja. Je hoeft elkaar niet vaker te zien, maar het is mooi als je elkaar, ja, gewoon blijft checken. Want ja, we hebben nu de laatste tijd hebben we veel rotterheid meegemaakt. Ja. Ja, zowel binnen de familie als buiten de familie. Ja. Mensen kwijtgeraakt. En ja, dan weet je gewoon, het leven is maar even. Dus ja, dat zet je genieten. Ook met beide benen op de grond. Precies. Precies. Genieten. En ja, genieten betekent niet altijd alleen maar hard werken. Nee. Dat was altijd in het verleden mijn filosofie en mijn soort van drijfveer. Is ook goed, drijfveer. Hè? Is ook goed. En is ook dat goed, is zeker maar goed. Maar ik heb ook uiteindelijk geleerd om genieten is soms ook gewoon heel even niks. Ja. En die laptop even lekker laten gaan. Of die ene afspraak kan misschien ook een dag later. En dat ik gewoon even iets leuks ga doen met Morgan en Kaylen. Precies. Want daar haal ik nu ook heel veel voldoening uit. Vooral dat ze nu natuurlijk ook richting volwassenheid, ja, gaan. Ja. Vind ik het gewoon heel leuk om ook tijd te investeren met mijn kinderen. En zoveel mogelijk ook, ja, daaruit te halen. Want ja, weet je, het is ja, ik geef je groot gelijk. Maar zo denk ik ook, dat is ook mijn denkwijze. Ja, gewoon het is genieten. Zit. Ja, zeker. Het is leuk, bijvoorbeeld, wat ik doe. Maar ik zeg ook tegen die jongens, we moeten ook genieten. Ja. Want je doet dit natuurlijk, het is leuk verdienen en dat soort dingen, maar je moet er ook van genieten. Anders, ja, kan je er niet volhouden. Er moet wel echt een passie in zitten, weet je. Zeker weten. En dat is met alles eigenlijk zo. Ja, vind ik. Ja, absoluut. Ja. En wat is de tofste plek waar je naartoe bent geweest? Welk land of welk feest waar je mocht MC'en? Want je hebt echt, ja, van alles, van Colombia tot, ja, aan Indonesië, ja, het is gek tot eigenlijk aan Thailand. Waar ik allemaal ben geweest. En ben je ook wel eens in Mexico geweest? Ja, maar voor vakantie. Oh ja, ja, precies. Maar niet om te MC'en. Maar dat komt nog. Dus ja, Tulum is misschien nog wel een leuke, ja, op het lijstje. Maar komen nog wel veel leuke plekken eraan hoor. Ja. Zeker, ja, zeker. Kan je daar al iets over vertellen of is dat nog is de zomertour nog niet bekend? Oh nee, de zomertour is wel bekend. Maar okay, daar staan wel gewoon leuke shows gepland in ja, Latin America. Oh, oké, okay, leuk. Oh, leuk. Ja. Hey, en de Avobro's, nou, ja, grote namen, super aardige gasten, ook heel humble. Dat vind ik vooral heel erg leuk van de Avobro's. Zeker, ja. Je hebt ze natuurlijk ontmoet. Ja, ik heb ze ontmoet een paar keer. Ook. Al, ja. En wat ik me dan wel eens heb afgevraagd, ja, als je dan zeg maar als DJ of als DJ zelf, ja, dan heb jij natuurlijk het podium. Jij ownt de stage. Heb je je dan nooit zo gevoeld van ik ben slechts een sidekick of de MC is dan degene die in zo'n duo ja, het minst serieus genomen wordt? Heeft dat wel eens iets met je gedaan? Dat is een hele goede vraag.
Nou, ik vind eigenlijk van niet. Want okay. Ze geven mij eigenlijk gelijk het vertrouwen. Ja. Ze geven me de kans. Laat me daarbij beginnen. En ze geven me die energie en ook gewoon het gevoel van dat ik erbij hoor. En dat ik ook heel erg belangrijk ben. Belangrijk onderdeel van het team. Want we zijn een team. Ja. Je staat er niet alleen. Ik zeg ook. Zo voelt als we het een ook show, ja, precies. Als we een show hebben gerokt. Ja, als ze gaan kijken. Ik weet zeker dat ze die podcast gaan luisteren. Ja. Dano, Rashid, jullie weten het. Na een show zijn we altijd één. Kom even bij elkaar. Ja. Even elkaar bedanken en zeggen van, hey, goed gedaan, weet je. Ja. En ik denk niet dat er veel teams zijn die dat doen. Gewoon een beetje een nabespreking. Ja. En gewoon, weet je, ook voordat we opgaan, echt gewoon even elkaar bijna. Even ja. oppeppen. Dus je merkt gewoon, het familiegevoel is er gewoon. Ja. Want achter de schermen, hè, voordat jullie opkomen, ja. dan gebeurt er echt wel iets in je. Zeker. Je krijgt natuurlijk je krijgt kriebeltjes misschien in je buik. Je krijgt zweethandjes. Ja. Het is toch iedere keer weer opnieuw een show. De groep, of in ieder geval het publiek, wordt ook steeds ja. groter waar je voor staat. Wat doe je dan om zelf rustig te blijven? Je hebt het nu over dat je na een show, ja. dat jullie even bij elkaar komen. Maar wat gebeurt er dan voor een show? Mediteren jullie bijvoorbeeld? Of hebben jullie een bepaald soort ritueel? Nee, we geven elkaar gewoon een brasa, een knuffel. Ja. ja. En dan is het al gewoon cool. Gewoon even van, ja. hey boys, kom op. Even pit erin, knallen. En dat zie je ook tijdens de shows. We hebben altijd oogcontact met ze. Oh ja. Met ze allen. Ja. En zeggen van, hey, als er meer energie in de zaal moet of op het festival, dan laten we dat ook merken, zeg maar. Want geven ze jou wel eens een heads-up zo van, er moet meer energie bij? Dat kan ik me bijna niet voorstellen, want er gaat een hoop energie. Nee, dat hebben ze nooit eigenlijk tegen mij. Nee, dat hebben ze eigenlijk nooit tegen mij gezegd. Nee, okay. Wel een keer van, hey, er is iets met je. Dan weten ze ook misschien dat er iets ja. thuis aan de hand is of iets privés of zo. En dan dat zie je aan me als dat ik iets minder energiek ben. Maar ja. dan ben ik alsnog wel energiek. Maar volgens hun is dat dan niet gek genoeg. Ja, precies. Maar verder rest, nee. Nee, ik heb dan verder rest eigenlijk nooit meegemaakt eigenlijk. Verder rest ben ik altijd gewoon energiek. Ja. ja. Je bent nu op een leeftijd ook gekomen dat je ook echt richting het volwassenheid ja. gaat. Hè? Dus je bent natuurlijk een stuk rustiger geworden. Ja. Je grote liefde Jelena, ja. die wij ook allemaal als familie omarmen, ja. is in je leven gekomen. Je hebt mooie dingen gedaan. Als je nou terugkijkt op al die jaren... Ja. Waar ben je dan echt het meest trots op? En daar heb je het nu over? Over je carrière. Carrière. Ja. Gewoon de progressie. Gewoon, ja. Dus in de zin van café-boekingen. Wat helemaal niet erg is, want je moet ergens beginnen. Dat zeg ik ook altijd tegen de mensen die MC ja. willen worden of ja. DJ. Je moet ergens beginnen. En wij doen nog steeds tot de dag van vandaag... waar we zijn begonnen, vergeten we niet. Dus we doen nog steeds de caféboekingen. Oh ja. Dus dat doen we, dat blijven we gewoon doen. Dus vergeet niet waar je vandaan komt. Dat is belangrijk. Ja, mooi. Maar gewoon, ja, trots moment is toch wel Tomorrowland. Dat is wel echt... Dat is wel echt dik. Ja. ja. Ja, dat weet iedereen in onze dat scene. Dat is, als je dat op je cv hebt, dat is het grootste festival van de wereld. Ja. Ja, fantastisch. Het bekendste festival. Ja, het zag er ook echt samen mooi met uit. Coachella natuurlijk. Ja, Coachella staat ook inderdaad nog hoog op mijn lijstje. Bucketlist. Burning Man. Is een bucketlist ding ook voor, ja, voor ons? Ja, ook een bucketlist ding. Ja, mijn bucketlist is echt zo groot. Ja. En zo lang. Dat ik denk ik echt 200 jaar of zo moet worden. Ja. Geen idee. Ik gun het je wel. Ik ja. gun iedereen dat ja. lange leven. Ja. Ja, zeker. We hebben het net gehad over jouw carrière als MC. Ja. Ook eventjes over nou ja, hè, wat jou het meest is bijgebleven qua carrièrepad. Maar hè, nu kom je mee op een leeftijd dat je wat makkelijker kan relativeren. Ja. Je hebt ook best wel veel gedoe en gezeik over je heen gekregen. Ja. Toen de tijd was je vrij fel, hè, hoe je daar dan mee omging. Ja. Hoe is dat nu? Ben je nu ook in een rustiger vaarwater gekomen qua dat energielevel? Dat je niet zo snel meer op de kassen laat jagen? Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel rustig geworden. En ik kreeg het laatst ook nog te horen van JV, een vriend van mij. Ja. En die zei ook van dat hij ook verandering zag. Ja, dan
ben je er toch wel trots op, weet je. Je laat het niet merken, maar dat iemand dat ziet, ja, dat is mooi, zeg maar. En natuurlijk ook Jelina. Zelf ook. Jelina natuurlijk, ja, die is een heel belangrijk factor voor mij geweest. Ja. Ik denk dat, is het zo dat Jelina je ook een beetje in balans brengt en ook jawel, houdt? Jawel, ja. Lekker pittige tante, hè? Ja, zeker. Dat heb je ook nodig. Heel pittig, maar heel lief, heel zorgzaam. Ja. En echt heel erg motiverend. Ja. Ja, dus als je iemand nodig hebt om je te motiveren, Jelina is de juiste persoon. Ja, mooi, mooi. Ja, nee, ze staat ook echt achter wat ik doe. En ja, ze is altijd eigenlijk met mij bezig. En zo ben ik ook met haar carrière bezig. Dus dat is super tof. En ik denk door dat zij in mijn leven is gekomen, is het ook zo van dat ik wel daarin ben veranderd en volwassen ben geworden. Ja, absoluut. Dus, ja. Jelina heeft natuurlijk ook een glansrijke carrière. Hè? Zeker. Ze is echt mega blow-up. Ja. Waar zij nu middenin zit. Nu op dit moment op Ibiza, geloof ik. Ja. En wat ik ook heel erg leuk vind aan jullie, is dat jullie het elkaar ook echt vooral gunnen. Ja. Maar is het niet moeilijk om het ook goed in stabiel, of in balans te houden en stabiel te blijven in de relatie? Omdat je natuurlijk veel van huis bent. Hè? Je bent nu natuurlijk net 2 weken weg geweest. Een dagje terug, weer vervolgens weg. Ja. Hoe manage je dat? Ja, het is gewoon veel praten, veel communiceren. Ja. Ik weet niet hoe ik het echt goed kan verwoorden. Het is gewoon echt gewoon praten en communicatie is key. Ja. En elkaar gewoon lekker de wereld gunnen. Vooral dat eigenlijk. Ja. Als je elkaar de ruimte geeft in een relatie, dan ga je zien dat het ook gewoon echt gezond is. Ja. Want als ik kan niet tegen haar zeggen, nee, je mag niet gaan. Dan mag ik ook niet gaan, weet je. Dan ga je dat soort dingen krijgen. Maar ik vind juist, je moet elkaar lekker elkaars ding laten doen. Ja, en elkaar ook vrij laten. En elkaar supporten. Ja, ja, precies. Dus dat is daar staan wij gelukkig allebei gewoon op één lijn in. Dus, ja, ja. That's it. Hey, en MC'en, nee, dat is je grootste passie. Ja, zeker. Dat doe je met heel veel plezier. Je doet het hartstikke goed. Ik denk dat de allereerste keer dat ik eigenlijk misschien nog niet echt per se het besef had van hoe groot je bent als artiest. Dat was op het moment dat ik naar Latin Village ging. Wat absoluut niet mijn feest is. Ja. Dus ik heb echt kan me nog herinneren. Mijn best moeten doen. Ja. Maar ik dacht, voor Kevin ga ik er naartoe. Ja. Eenmaal dat we zeg maar binnenkwamen en richting de stage liepen waar jij op dat moment zou gaan optreden. Moest ik nog best wel door veel dingen heen. Ja. En ik dacht, nou ja, ik wilde eigenlijk al rechtsomkeer maken. Maar ik dacht, ik ga toch strijden voor mijn neefje. Ja. En daar stonden we dan naar jou te kijken. Helemaal afgeladen die zaal. Ja. Wij stonden helemaal vooraan. Ja, ik kan me nog herinneren. Ja, dat was echt een kippenvel moment. Ja. En ik denk dat... voor mij ook hoor. Veel mensen die, weet je, die weten niet per definitie hoe onze band is, hè? Maar nee, precies, hè, van alle neven en nichten. Ik hou van ze allemaal. Ja. Maar je hebt altijd natuurlijk een aantal oogappeltjes. Ja. Of een aantal waar je net eventjes een andere band mee hebt. Hè? Wij gaan inderdaad al heel lang terug. Hè? Vanaf zeker. Dat je een klein jongetje bent, ben ik altijd al betrokken geweest bij je moeder. En je moeder ook andersom weer bij mij. Dus dat was heel erg in elkaar verweven. En op het moment dat je dan daar staat, als tante zijn. Ja. Als jonge tante. Ja. Jonge tante. Dan... Jij bent nog steeds jong, toch? Ik ben nog steeds jong. 25, toch? Ja, ondertussen wel. Ja. Maar als je daar dan staat, dan is dat trotse gevoel, ja, dat is gewoon ongekend. Ja. He, dat is zo mooi om te zien dat zoveel mensen ook helemaal losgaan en dat je zo'n zaal kan meekrijgen. Want het lijkt mij echt heel erg moeilijk. Ik vond het al lastig de allereerste keer dat ik een podcast ging opnemen. De zweet zat tot in mijn onderbroek. Ja, snap ik. En ook ik had plankenkoord en ik had niet eens een publiek. Ja, behalve de crew, die fantastisch is overigens. Ja, zeker. Maar het is heel moeilijk. Dus ik heb daar zoveel respect voor gekregen. En ook al, stel dat het niet een goed optreden was geweest, had ik het nog steeds fantastisch gevonden. Ja. Want zo trots ben je dan. Support. Maar het was ook nog eens een keer, ja, het was fantastisch met vuurwerk. En ja, het was ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Het was super dik. Echt heel erg leuk. Dus daar wil ik ook echt mee benadrukken dat ik super trots ben. En ook... ook rondom de coronatijd was het natuurlijk, voor iedere artiest was het super moeilijk. Zeker, ook jij voelde dat, ook jij reageerde daarop. Ja, fel. Maar ik ben wel
echt heel erg blij en ook trots dat je de rust hebt gevonden. Dat je lekker weer doet wat je, waar je goed in bent. Maar ook dat je maatschappelijk betrokken bent. Ja. En dat weten heel veel mensen nog niet. Nee, dat weten heel veel mensen nog niet. En daar wil ik het ook even over hebben. Want dat vind ik... Nou, toen je het vertelde, was ik natuurlijk nog trotser dan ooit. Maar wat ik al zei, hè, alles wat je doet vind ik natuurlijk helemaal fantastisch. Maar dit is natuurlijk echt een super gaaf project waar je in bent gestapt. Zeker. Kun je er wat over vertellen? Wat doe je? Ja, nou, ik geef workshops op scholen. Ik ben begonnen bij het Oude Stedelijk, wat nu... In Zoetermeer? Ja, in Zoetermeer. Oh, ja. Wat nu Motion Beweging College heet. Een sport- en bewegenschool. En daar geef ik eigenlijk workshops hoe ze zichzelf moeten presenteren. Eigenlijk in 3 stappen. En ook gewoon motivatie qua... dus dat ze geen gekke dingen gaan doen, maar dat ze ook gewoon echt in hun eigen talenten geloven. Gewoon echt motiverende dingen. Oh, wauw, ja. 20 juni heb ik een gesprek met alle directeuren en directrices van Zoetermeer. Voor alle scholen. Oh, van alle scholen. Ja, want dan ga je dus het project echt uitrollen naar alle andere scholen. En dan ga ik ook gewoon echt zeggen, gewoon mijn gevoel uiten, hoe ik het zie. Ja. Want ik hou echt van Zoetermeer. En als je dan hoort de rottigheid die er allemaal is... Ja. Maar dat heb ik al vaak gezegd. Van, er worden ook de verkeerde pionnen neergezet. Die helemaal niks met Zoetermeer te maken hebben. Of geen gevoel hebben voor of Zoetermeer. Of de binding misten. Ja, de binding met missen. Met de leeftijd ook bijvoorbeeld. En de taal niet spreken met de jeugd. Ja. Dat is het belangrijkste eigenlijk, vind ik. Ja. En dat heb ik wel. En die kinderen kijken eigenlijk dwars door je heen. Ze weten tegen jou kijken ze op. Ja. Maar ik bedoel, met dwars door je heen. Dat ze gelijk zien als iemand voor de klas staat van... Nou, deze komt bullshit vertellen. Of naar deze luister ik niet. Maar... Bij mij had ik het idee van dat mensen het echt gewoon interessant vonden. En we kregen echt super veel complimenten ook. En op Instagram nogmaals DM's van wanneer ik weer kom. Kom je voor het schooljaar ook weer. Van de leerlingen. Ja, dus dat doet me zo goed. En gewoon ook dat je dan hoort van tevoren. Ja, sommige kinderen zijn wel echt lastig, hebben veel bagage. Ja. En dat je dan ze loskrijgt. Dus zeg maar de eerste les naar de tweede les. Als je dan weer ziet. Dat ze allemaal dan eerst heel ingetogen zijn. En daarna dat ze zo opbloeien. En ook gewoon echt hun talenten durven opschrijven. Ja. En pitchen wat ze willen worden. En dan als ze dan met mij hebben gesproken. Of hebben gezien hoe ik het pad heb bewandeld. Is dat natuurlijk heel inspirerend voor die kinderen. Maar ik vind ook als je zoiets doet. Zoiets maatschappelijk en voor de klas staat. Moet je ook echt weten wat voor woorden je gebruikt. Ja. Wat je zegt. En het is ook heel belangrijk dat je zeg maar ook empathie kan tonen aan die kinderen. Ja. En ook hun gevoel kan voelen. Want dat heeft niet iedereen. Nee, zeker niet. En ik denk ook levenservaring. Hè? Ook. Want ook. Anders kan je dat ook niet, een verhaal vertellen. Nee, precies. Maar is het dan zo dat je, je bent hier dan voor gevraagd? Hè? Vanuit een scholengemeenschap of vanuit een gemeente? Ja, vanuit de gemeente. Oh, ja. Vanuit de gemeente. Eigenlijk is het via via gegaan. Ik deed al mee aan een campagne. YouTube's tegen messengeweld. En zo ben ik bij Ron gekomen van de gemeente Ron. Als je kijkt, bedankt. In ieder geval ben je dankbaar. Mick ook. Dat zijn echt mijn twee boys van de gemeente die echt voor me rennen. En daar ben ik echt, echt heel erg dankbaar voor. Want zonder hun, was het niet gelukt eigenlijk. En nu ook die 20 juni, dat hebben ze allemaal voor elkaar gekregen. Dus ik doe het niet alleen. Ik krijg ook wel de support. Fantastisch. En die twee mannen die... die gunnen mij de wereld. En ik denk als je zulke mensen overal hebt, dan wordt het veel mooier elkaar supporten, gunnen. Want zo heb ik het ook eigenlijk gedaan. Delen, supporten. Delen, bijvoorbeeld, elkaar laten groeien. Nummers van artiesten, mede-collega's. Ze hoefden mij nooit te vragen. Ik deelde het gewoon uit mezelf. Ja. En dan zegt ze, wow, Kev, thanks. Ik had je niet eens gevraagd. Nee, maar dat is vanzelfsprekend. Ja, ja. Zo ben ik gewoon. Precies, zo ben jij. Niet, en niet vanzelfsprekend. Iedereen, precies. Niet iedereen is zo, maar... Ja. Ik ben gewoon zo'n persoon. Ja. Ik heb gewoon liefde, love voor iedereen. En dat sta ik ook uit op het podium. Ja, dus, je bent vooral goed opgevoed, hè? Dus, zeker. SO zeker. Naar mijn nicht, hè? Diana Loppies, als je kijkt. Zeker. Good job. Ja. Is het dan zo dat je staat dan voor een klas? En zijn het dan ook speciale scholen? Of is het gewoon voor mbo breed? Hè, heb je een speciale doelgroep? Ja. Wat je hierin dan... Middelbare school, ja. Oké, middelbare school. Ja. Oké, en dat zijn dan reguliere middelbare scholen? Ja.
En is het dan zo, heb je dan ook echt een lesuur dat je voor een klas staat? Of doe je dan in een projectvorm? Doen ze ook iets met sport en spel? Of hoe ga je ze motiveren? Wat zeg je fysiek op de locatie? Nou, het is zeg maar gewoon een geblokt uur. Dat is gewoon echt een lesuur van, even kijken, ik moet het goed zeggen, 45 minuten. Ja, 45 minuten. Oh ja. En dan vertel ik gewoon eigenlijk dat ik eigenlijk op, ja, ik was eigenlijk, ik ga gewoon heel eerlijk het gesprek in, dat ik eigenlijk ook geen persoon was voor school eigenlijk. Ja. En dan zeg ik er gelijk bij, als je het kan, wel blijven studeren, maar het was niks voor mij. Ik wist al van, ik moest iets anders met mijn energie doen. Dus dat is niks negatiefs of zo. Maar ze snapte het, wat ik wilde zeggen. Ja. Want je moet natuurlijk wel eerlijk zijn tegen de kinderen. Je kan niet zeggen van, ik heb zo'n universiteithoedje en ik heb hem omhoog gegooid. Nee, dat is het niet. Nee. Snap je? Ja. Dus dat is wel echt belangrijk dat je eerlijk bent. En dan beginnen we eigenlijk bij het begin. Dat ik zocht naar wat ik wilde gaan doen. Nou, DJ-lessen. Dat was niks voor mij. Dat zei ik net al. Dat was drama was dat. Ja. En maar dan zeg ik wel van, ik was heel druk. Energie. Dan moet je gaan zoeken van, wat kan je met die energie doen? Ja. En Dylan, mijn broertje, die was natuurlijk heel, heel erg slim. Overal goed in. En vooral op school. Dus dan wil je natuurlijk ook iets goeds doen. Dus ik ging zoeken. Ja, en het lukte me gewoon niet. En dan, maar vertel je dit dan ook echt aan de kinderen, Jo? Ja, dat vertel ik ook. Vertel ik ook. En, ben mooi ik gewoon, dat je open bent. Ja, ik ben heel open. En dan ben ik gewoon sowieso trots op mijn broertje. Dat hij wel gewoon goed was in school en dat soort dingen. Maar dat lukte mij niet. En dan vertel ik het zo op die manier. Zodat zij doorhebben van dat iedereen een ander pad heeft. Ja, precies. Dus het gaat niet zoals je... En er is geen goed of fout, hè? Nee, dan? Precies. Ja. Precies. En dat is heel belangrijk. En dan... zeg ik dan dat ik bij MC ben gekomen. En dat ik ook eerst begon voor 10 mensen op een huisfeest. 20 man, 30 man. En dan ga je naar 100 man, 200. Ja. En noem maar op, nu naar 10.000, 20.000 grootste festivals. Om te motiveren. Maar ik zeg wel van, ik heb er wel veel voor moeten laten. En veel moeten doen. Ja. Want dat is ook weer de andere kant. En dat zien ook niet iedereen. Nee. Want het slapeloze nacht. Tuurlijk, je doet het zelf. Maar ik bedoel... Je moet er wel veel voor over hebben. Veel voor opofferen. Dus ik heb heel veel familiefeestjes en zo gemist. Dat ik er tijd niet kon zijn. En met corona, dan was het ook natuurlijk lastig. Want dan had ik niks. Gek genoeg begonnen, kwam je wel altijd bij mij. Ja, ik was er wel vaak. Ik was er wel vaak bij jullie. Natuurlijk, tuurlijk. Ja. Nee, maar gewoon, je miste gewoon veel feestjes ook natuurlijk. En ik ben wel een familiemens. En wat wil ik ermee zeggen? Dan zijn we in het buitenland. Dan is er ook iemand bij hun jarig of dingen. Ja. En dan hebben we het allemaal over. Ja, we zijn er nooit op familiefeestjes en dat soort dingen. Ja. Maar het is een hoge prijs die je ervoor betaalt. Ja, maar mensen zien dat niet. Maar wij voelen dat wel zo. Ja, snap ik. Dus. En fijn dat je dan ook gewoon die kinderen gewoon daarin meeneemt. Ja. Maar wat is dan de grootste boodschap of lering wat zij hieruit moeten gaan halen? Ja. In die drie kwartier dat jij dan voor die klas staat. Je vertelt je verhaal. Ja. Zij stellen misschien wat vragen. Ja, zeker. Wat is dan de boodschap aan het einde van zo'n les? Wat hebben ze dan? Wat kunnen ze tot hun nemen? Of wat hebben ze geleerd? Ze moeten leren dan zeg maar om in 3 stappen te pitchen. Dus ze moeten zorgen dat ze kunnen zeggen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun talent is. Nou, dat vinden ze natuurlijk heel eng om op te schrijven als ze je niet kennen. En daarna moeten ze het ook nog eens gaan presenteren. Oh, een soort elevator pitch of zo. Ja, gewoon om te laten zien. Okay. Maar dan, het is heel gek dat jij dan in een 20 minuten tijd al ze los kan krijgen. Dat komt omdat je ze gaat helpen, met ze praten. Ja. En ze kennen je misschien ook al, hè? Ja, sommige wel. Die kennen de muziek ook en zo. Want dat vraag ik ook aan het begin. Weet je wel wat ik doe? Dat soort dingen. En dat vinden ze dan heel tof. Ja, dat snap ik. Ja, dan gaat dat gewoon vanzelf. Ja. En dan... aan het einde is het eigenlijk zo van, ga je zelf maar even pitchen. Wie ben je? Wat doe je? Wat zijn je talenten? En dan hoor je al gelijk van, ik heb geen talent. Gewoon heel negatief aan het begin. En dan zie je ze opeens helemaal opbloeien. En weet je hoe dat komt? Omdat jij ook positief bent. En wat ik net al zei, de taal spreekt. En dat ze voelen van, jouw frequentie is hoog. Ja, precies dat. Dus als je zo met mensen kan omgaan, dat is gewoon mooi, snap je? En dat vind ik ook gewoon... Ja, ik noem het een gave. Er zijn niet heel veel mensen die zo met kinderen kunnen omgaan. Nou, je weet het. Met alle neefjes en nichtjes ben ik goed. Maar ook met alle andere mensen ben ik ook goed met hun kinderen. Noem maar op. Ik hoef je maar
een uur te zien en het is al goed, zeg maar. Nou, ik denk ook dat zeker een bepaalde leeftijdscategorie, ik denk dat op middelbare scholen al helemaal, dan willen ze ook denk ik wel graag een beetje levelen. Zouden we graag willen spiegelen ook met zo iemand als jij. Klopt. De muziekindustrie, dat heeft natuurlijk ook altijd best wel veel raakvlakken met de jeugd. Ja. Maar daarnaast ben je natuurlijk ook echt nog wel een sportman. Zeker. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Je voetbalt zelf natuurlijk nog. Ja. Dat doe je ook met heel veel plezier. Neem je dit ook mee in jouw coachingstraject op school? Sport? Ja, ook. En wat dat met je doet? Ja, want ik wilde eigenlijk voetballer worden. Ja. Daar gaf ik alles voor op. Maar ja, dat was het ook niet voor mij. Nee. Aardig niveautje gespeeld, maar ja, dat was het ook niet voor mij. En bijvoorbeeld als een jongen dan opschrijft, ik wil voetballer worden. Ja. Maar het lukt me niet. Dus dan is het eigenlijk heel negatief. Ja. Maar dan zeg ik dan van, hey, door trainen word je beter. Door trainen word je beter. Opofferen. Dus als je vrienden uitgaan, ga jij trainen? Of ga jij dit doen? Ga jij dat doen? Je moet er iets voor doen. Nou, ik ging ook in mijn vrije tijd. Ging ik ook niet meer uit. Klinkt gek. Ik hield van een feestje, maar ik ging ook niet meer uit. Ik moest rusten om de volgende dag lekker aan de bak voetballen te gaan. En Nou, die profcarrière, die is er niet, die is niet van de grond gekomen. Nee. Maar je doet nu volgens mij een vriendenteam, hè? Ja. Met een paar leuke voetballers. Ja, zeker. Die je natuurlijk al van heel lang geleden al kent. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat is denk ik ook wel heel mooi om te delen. Ja, natuurlijk. Zeker. Zeker. Deze zondag 2 zijn mijn boys. Ja. Gewoon echt een familieteam. Mensen allemaal dankbaar. En dat is leuk dat je met die jongens gewoon selectie hebt gespeeld. En dat je nu dan zo'n hecht familieteam hebt. Ja. Het is mooi, is echt mooi om te zien, hoor. Tof. Dat elke zondag als we klaar zijn met de wedstrijd, dat mensen zeggen van, jullie zijn echt een team. Dat is mooi om te zien hoe jullie beleving is, zeg maar. En hoe jullie met elkaar zijn. Ja. Dat is mooi als je dat hoort. Dus daar begint ook al dat ik mijn sfeer, mijn werksfeer, neem ik mee ook naar de club, zeg maar. En dan neem ik ook weer mee naar mijn werk op de scholen. Ja. Dus altijd mijn energie neem ik altijd mee waar ik ook ga. Ik zorg dat mensen het naar hun zin hebben. Mensen met een lach op hun gezicht weggaan. En ja, je ziet mij eigenlijk zelden boos. En als ik boos ben, dan is het terecht. Of ja, dan iets ben je ook goed boos. Of iets wat oneerlijk is. Maar voor de mensen die me kennen, die weten het. Ik word echt niet snel boos. Maar echt gewoon als iemand echt oneerlijke dingen zegt. Of niet rechtvaardig is. Ja. Ja, dat eigenlijk. Wat staat er nog heel hoog op jouw verlanglijstje? Als je kijkt naar je carrière. Als MCK als zijnde, is dat een feest of is dat een bepaald land of is dat zoveel duizenden mensen als publiek? Wat heb je nog op jouw lijstje staan? Heel hoog. Heel hoog. Ja, Coachella, Ultra Miami. Dat zijn wel de festivals. EDC. Verder rest qua mensen, daar hebben we natuurlijk een heel hoog aantal gehad. Tomorrowland. Ja. Dat is niet normaal. Was dat het grootste festival wat je ooit hebt? Ja, dat was wel echt groot. Ja. Ja, dat was echt super groot. Ja, kwam geen einde. Mensenmassa. Nee. Ik weet niet qua schatting. Maar dat weet ik ook niet. Maar heel veel niet in ieder normaal. Geval. Ja. En het doel wat je voor jezelf hebt gesteld, voor jou als persoon, dus niet zozeer in je werk. Ja. Wat is een van je doelen? Ja, ik wil graag mensen helpen. Dus vooral kinderen. De kinderen die problemen thuis hebben. Ja. En het kan zijn doordat ouders een drankprobleem hebben. Ouders hun kinderen mishandelen. Noem maar op. Gewoon dat soort problemen. Dat ik dan voor die kinderen ben. En dat ik ze dan kan steunen. En dat ik zie dat ze later zo zijn gegroeid. En dat ze hebben motiveren. Dat ze bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben gestart. Of ze zijn prof geworden. Ja, precies. Of ze, weet ik veel, top marketing, top sales of top chef, noem maar op. Of pottenbakker. Het maakt niet uit als ze maar iets doen. Als ze maar goed terechtkomen. Ja, en ik wil dat dan graag zien dat ik die kinderen heb begeleid. En dat ik ze later dan zie in een soort van hall of fame. Of bij wijze van spreken, zoiets. En dat jij hebt bijgedragen aan het proces. Ja, en aan de reis van zo'n van zo'n kind of jongeren. Want dat heb ik altijd al gezegd. En mensen die mij heel goed kennen, die weten dit ook niet. Dat dit mijn droom is. Eigenlijk mijn droom was eigenlijk om mijn eigen BSO. En dan allemaal kinderen om me heen. Want zo ben ik gewoon. Ik heb het liefst altijd gewoon kids om me heen.
lekker gek doen, rennen. Ja. Ook op verjaardag. Ja, toch altijd op verjaardag. Ik ben altijd met de kinderen. Nu ook. Mijn neefjes zijn allemaal 15, 16. Ja. En alsnog gespeeld met ze. Ja. Snap je? Ja, dat weten ze ook. Dat vinden ze ook heel fijn. En ik denk dat als ik je zo hoor... Ja. Ja, weet je, je doet hartstikke mooie dingen. En wat ik heel erg leuk vind, is dat je ook nu jouw werk als entertainer hebt omgezet in het helpen van jongeren en van deze speciale doelgroep. Ja. Dat is denk ik al de eerste stap naar je vervolgtraject. Je gaat natuurlijk niet, weet je, als je straks, 55 bent, dan zie ik je misschien, ik weet niet wat de Afro-bro's dan doen. Ja. Ik ben dan nog wel jong, want dan denk ik... Dan wil je natuurlijk ook iets doen wat bij jouw levensfase past op dat moment. Hè? Dus ik denk dat dit een hele mooie stap is die je nu zet om die maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Precies, gewoon alvast verder kijken. Ja, alvast verder kijken. Dat is niet voor altijd. Nee, snap ik. Het is wel mooi wat we meemaken. Ik had het laatst ook over met een vriend van mij, Prins. En die zei me ook, ik heb het ook vaker... Hij zegt, Kev, ik heb het al vaker tegen je gezegd. Kijk ook naar andere mogelijkheden. Kijk wat je nu doet. Ja. Super tof. Trots op wat je allemaal bereikt. Maar er zit een houdbaarheidsdatum op, hè? Precies. Ja. Maar hij zegt ook, jij kan nog veel meer. Laat me het zo zeggen. Je hebt nog veel meer kwaliteiten. Ja, daar ben je ontdekken. Nu mee begonnen. Dus dit is één kwaliteit. Dit is één van de dingen. En hoe je het ook omschrijft. Hè, mensen connecten met elkaar. Precies. En dat je ook je eigen BSO bijvoorbeeld zou willen. Ja, ik voel gewoon een Stichting Chaos of zo aankomen. Ja. Stichting Chaos, ook op zijn Nederlands, hoe je het wel wil omschrijven. Dat zou mooi zijn, zoiets. Ja. Ik denk ook dat ik wel aan de voetsporen ga treden van oma Lichon. Ja, die natuurlijk actief in jeugdzorg. En dat is dus die is daar ook echt trots op, extra trots op, omdat zij dat ook heeft gedaan. Ja. Je hebt de juiste mensen om je. Ja, ik denk gewoon dat gewoon in mijn bloed zit. Ja. Om mensen te helpen, kinderen te helpen. Mooi dat je nadenkt over je carrièrepad. Zeker. Ik vond het echt heel bijzonder om zo met jou te praten. Ik ook. Nee, even serieus. Het klinkt heel cliché, maar... Ja, en ook vooral dat je kunt vertellen wat je naast MC'en nog meer doet. Ja. Voordat we gaan stoppen met deze podcast, want we zijn bijna aan het einde gekomen, heb ik natuurlijk nog wel één vraag. Tuurlijk. En dat zit hem even in de freestyle. Ja. Ik vind het altijd heel erg leuk hoe jij dat doet. En ik vraag me ook altijd af waar die woorden vandaan komen. Ja. Ondanks dat ik zelf ook niet heel kort van stof ben. Maar ik zou je willen vragen of je een leuke one-liner als MC in jouw camera kan spitten. En maak jij er zelf maar eventjes van wat jij denkt dat leuk is. Is goed. Dus bij November, het maakt niet uit wie je bent of waar je staat. We hebben iedereen nodig. Daar bedoel ik mee. We zijn één grote gezellige familie. We zijn allemaal gelijk. Het maakt niet uit welke kleur je hebt. Love. Peace. Mooi. Daar sluiten we mee af. Dankjewel, Kev. Ja.